Vrijheid is waar de stoottroepen zich voor inzetten en in hebben gezet. De stoottroepen zijn ontstaan uit het verzet tegen de bezetter van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig worden de stoottroepen wereldwijd ingezet voor vrede en veiligheid. Beide generaties zijn verbonden. Gerrit Schouten, stoter van het eerste uur, over zijn drijfveren. Mijn broers die zijn bij de ondergrondse geweest en die hebben grote daden verricht. En ik heb niks. Dat kan natuurlijk niet. Dus ik heb op een gegeven moment gedacht, nou jongens, ik zal ook mijn bijdrage leveren. Dat was op 18 september 1944, toen Eindhoven bevrijd was, heb ik mij kunnen melden bij de stoottroepen. Ja, dan is de drijfveer van ik wil een bijdrage leveren aan de bevrijding van ons land. De bevrijding van Nederland heeft destijds veel gevraagd van allen die zich hiervoor hebben ingezet. Het heeft ook de stoter gevormd. Het heeft mijn leven toch wel getekend. Ik ben volwassener geworden. Ik was wel 17, maar toen ik uit de dienst kwam, toen heeft dat zoveel sporen nagelaten. Onder andere ook in Irak en Afghanistan zijn de stoottroepen ingezet. Je inzetten voor de vrijheid van een ander gaat hand in hand met uitdagingen en risico's. Het vormt je toch wel tot wie ik denk ik nu ben. Ik heb toen het gevoel gehad dat ik gewoon zo dicht als ik in Irak bij de dood ben geweest, ja, ben ik eigenlijk gewoon nog nooit geweest. Zeker de huidige generatie die natuurlijk op de PlayStation spelletjes speelt en oneindig veel levens heeft, ja, ben ik me er zelf ontzettend van bewust geraakt dat je eigenlijk maar één leven hebt. Stoters, jong en oud, vinden elkaar in gemeenschappelijke waarden. Als ik naar de oude generatie stoottroepers kijk, dan heb ik eigenlijk gewoon heel veel waardering voor wat hun gedaan hebben. En vooral de omstandigheden waarin ze het vroeger gedaan hebben. Eigenlijk hebben we dezelfde dingen meegemaakt. Ook dat is weer een verbondenheid. De kameraadschap. Betrokkenheid. Avontuur. Ja, we staan er met z'n allen voor om onze doelstellingen te behalen. En dat is eigenlijk de rode draad die door elke uitzending heen loopt. Echt het stotersgevoel dat elke stoter gewoon kent.